voor mij is hij vooral super makkelijk, super relaxed. Mm-hmm. Toch? Het makkelijk klantje. Als hij niet met zijn vriendin zou zijn ook, mm-hmm. relatief. He, ik kijk, hij is ook een watje. Alle drie watjes. In het hart van het oudste deel van Amsterdam liggen de Wallen. Een plek met een berucht imago, vol vooroordelen en donkere kanten. In Achter de Wallen bezoeken we de mensen die elke dag op een eerlijke manier hun geld verdienen. Om vanuit hun perspectief te zien wat voor wijk dit nu is. Vroeger waren de werkomstandigheden voor prostituees slechter dan nu. Maar tegenwoordig is prostitutie legaal en bestaan er veel meer regels. Maar er zijn nog steeds best wel veel dingen die misgaan en er zijn ook nog heel veel misverstanden over hoe het er nou wel echt aan toe gaat. We gaan in deze aflevering praten met Mariska Major. Zij is ex-prostituee en vond dat werk ook leuk om te doen. Zij is oprichter van PIC, het prostitutieinformatiecentrum. En ze geeft workshops aan onder andere beginnende prostituees. Ze gaat ons laten zien hoe zo'n workshop gaat. En we gaan het met haar hebben over hoe zij de Wallen nu ervaart. Hoi. Hi. Hi, Glenn. Welkom, Mariska. Dankjewel. Ik ben hier in het PIC, zoals ik het altijd noem, het Prostitutieinformatiecentrum. Dat is een stichting, die ben ik bijna op de kop af 22 jaar geleden begonnen, toen ik stopte met werken in de prostitutie. Ik stond onder andere hier op de Wallen achter het raam. En ik dacht, oké, werken in de prostitutie is geen probleem. Wat is het probleem? De wereld daaromheen. Wat kun je doen? De wereld daaromheen. Laten begrijpen hoe het is. Proberen vooroordelen weg te nemen. Mensen uitleg geven door middel van workshops, door middel van persoonlijke gesprekken, door middel van publicaties. En ook het vertellen van mijn eigen verhaal. Mariska probeert op verschillende manieren mensen in te lichten over het leven op de Wallen. Ze is politiek betrokken, geeft lezingen, schrijft boeken en geeft workshops aan beginnend prostituees, zodat ze geen onnodige fouten maken als ze achter het raam gaan werken. Sophia is nieuw als prostituee en krijgt zo'n workshop van Mariska. Ze heeft er al zin in. Werkt nog niet, maar rent gelijk naar binnen. Zit je comfortabel? Ja, denk ik. Soort van. Ik voel mij een beetje raar hier. Een beetje gek met al die mensen naar je kijken. Het principe van raamprostitutie is dat het de meest zelfstandige manier is van werken in de prostitutie. Ja, dus deze ruimte hier, als je hier zou willen werken, dan huur je die. En verder ben je vrij om je eigen prijzen te bepalen, je eigen werktijden te bepalen binnen de shift. Hè, dus binnen het aantal uren dat je de kamer huurt. En wat kan ik dan doen als ik met iemand problemen krijg in de kamer? Ja, goede vraag. In eerste instantie moet je ervoor zorgen dat je geen probleem krijgt. Dus je moet oppassen met wie je naar binnen laat. De deur van een raambordeel kun je altijd alleen maar zelf openmaken van binnenuit. Dus mensen kunnen nooit naar binnen zonder jouw toestemming. En in principe laat je een man ook niet gelijk naar binnen. Mensen denken echt dat als jij hier zit, dat je dan de deur open moet doen voor iedere geile idioot die naar je toe komt. Dat is denk ik het grootste misverstand. Wat zijn de grootste vooroordelen die nu nog heel erg heersen? Mensen die baseren hun mening met betrekking tot een onderwerp op dat wat ze het meeste horen. Als jij elke dag of regelmatig iets in de krant leest over prostitutie gerelateerd aan mensenhandel, misbruik, drugs, criminelen, noem maar op, dan wordt dat jouw waarheid. Ja. Dus de meeste mensen die hier door de buurt lopen en die kijken naar een raamprostituee en die denken, oh goh, is zielig of waar staat de pooier? Mensen denken oprecht dat als je hier achter het raam staat, dat je de deur open moet doen voor iedere geile idioot die naar je toe komt. Dat is ook gelijk het grootste misverstand. Natuurlijk staan hier ook wel eens vrouwen te werken die dit helemaal niet willen doen. Of die dit inderdaad doen vanwege grote financiële problemen. Maar dat verandert niets aan de basis van wat prostitutie is. Het verlenen van een seksuele dienst tegen betaling. Dit is heel lastig altijd met fotograferen. Dat is echt een van de belangrijkste klachten op dit moment, ook hier in de buurt. Mensen die ongevraagd fotograferen omdat ze denken, als je achter het raam staat, ben je een publiek object of zo. En kunnen de meisjes iets tegen doen? Natuurlijk. Tegen de foto's? Ik kwam vroeger op mijn blote voeten naar buiten rennen en dan trok je de filmrol eruit. Of de hele camera ging de gracht in. Ik ben tegenwoordig wat aardiger, maar ik kan nog steeds heel boos worden als mensen het niet begrijpen. Een projectje wat nu bijvoorbeeld loopt, is dat we ongeoorloofd gebruik van foto's van vrouwen achter het raam aan het aanpakken zijn. Waarom is dat zo'n probleem?
Omdat de meeste vrouwen die in het vak zitten of uit landen komen waar prostitutie verboden is. Dus daardoor ook echt in de problemen kunnen komen in hun thuisland. Prostituees komen echt in de gevangenis terecht omdat ze dit werk doen. Maar het tweede ding is dat het ook gewoon brutaal en respectloos is om een foto van een mens te maken zonder dat je daar toestemming voor hebt gevraagd. Wil je de kamer zien? Ja. Op het moment dat een klant binnenkomt, het eerste wat hij doet is betalen. Dat sowieso. En je kan dat natuurlijk allemaal zo leuk inkleden als je wil. In de wasbak wordt de klant altijd gewassen. Piemel wassen is eigenlijk het eerste wat je doet in een raamprostitutie. Je gebruikt dit ook om jezelf te wassen tussendoor. En daarna ga je aan het werk. Nou, dit matras is oud. Er is al veel te veel op gedaan. Maar in mijn tijd was alles nog met tapijtjes overal. Oh. Tapijtjes aan de muur, tapijtjes rond het bed. En ik vond dat veel gezelliger. Mariska loopt al jaren rond in deze buurt en lijkt erg gehecht te zijn aan hoe het vroeger was. Maar de wallen blijven veranderen en daar zal ze aan moeten wennen. Als je nu hier om je heen kijkt, zie je dan dezelfde wallen als die jij 30 jaar geleden zag? Je ziet nu terrassen van cafés, echt kort op de raambordelen. Daar heb ik heel veel last van. Ik heb last van het feit dat sowieso er overdag al niet meer gewerkt wordt. Omdat het gewoon een slechte locatie is geworden vanwege al die mensen die hier zitten. Ja. Vroeger liepen mensen hier op straat en voelden zich wel een beetje geïntimideerd. Vonden het wel een beetje spannend. Van, oh, het is een gevaarlijke buurt. Niet dat dat ook echt zo was, maar er ging gewoon nog een meer intimiderende werking uit van de buurt. En nu lopen mensen hier rond op dezelfde manier als dat ze in de Begijnhof rondlopen. Of op het Dambrak of het Centraal Station. En dan zien ze raambordelen. Daar kijken ze naar, ik weet niet meer, niet met dezelfde mate van ontzag als dat mensen vroeger keken. Hoe denk je dat de wallen er over 10 jaar uitzien? Nou ja, als het zo doorgaat hebben we geen wallen meer over 10 jaar. De gemeente die zegt nu wel dat ze niet de intentie hebben om alles te sluiten. Of om het sekswerkers onmogelijk maken om te werken. Maar ik moet het nog zien, want ik zie het wel langzaam doodbloeden. En dat is niet alleen maar een gemeenteding hoor. Want de gemeente Amsterdam is op heel veel fronten ook echt goed bezig. Zeker als je het vergelijkt met menig ander land of grote stad in de wereld. Is het nog steeds een paradijsje hier. Ja. Wat ik zeg dat de jaren 80 voor mij beter waren is misschien ook wel flauwekul. Weet je, als je denkt aan veiligheid, aan werkomstandigheden. Weet je, dat het toen zo gemakkelijk was voor een 16-jarige om te werken, is natuurlijk ook gewoon zot.